Dames en heren, ja, even wakker worden, even opletten. Ik wil je heel erg welkom heten op de eerste drijvende kerstmarkt van Nederland. En we gaan hem openen. We gaan hem openen met twee prominenten die hier naast mij staan. De voorzitter van het centrummanagement, Frans Schulhaus, en Jan-Jaap, wethouder van de gemeente voor cultuur en nog heel veel andere dingen. En die wil ik heel graag het woord geven voordat we zo meteen deze magische rode knop gaan indrukken. Deze kerstmarkt is een onderdeel van de Winterwonderweken. De Winterwonderweken zijn begonnen met de restaurantweek, de lichtjesparade, de intocht van Sinterklaas, het huis van Sinterklaas, de ijsbaan en het verrassend winkelweekend voor de kinderen. En dit is dan de zevende in getal. En het stopt ook niet, want morgen komt de T-Rex van Naturalis ook naar de binnenstad. Die staat hier een paar honderd meter verderop op het Stadhuisplein. En volgend weekend hebben we een verrassend winkelweekend. En dat staat helemaal in het teken van koren. Er zijn er weer 40 koren die op verschillende plaatsen in de stad er een fantastisch feest van gemaakt. Laat ik zeggen, deze kerstmarkt ligt er tot en met volgende week zondag. Tot en met de 22e zondag. Dus ik hoop dat er ontzettend veel mensen naar de stad gaan komen. Veel buiten de stad vandaan natuurlijk, want daar doen we het allemaal. Hoe meer mensen naar Leiden komen, hoe leuker het voor ons allemaal is. En ik wens jullie heel veel plezier de komende weken op de kerstmarkt en de ijsbaan en alles wat er nog meer is. Dankjewel. Dames en heren, het is geweldig om op zaterdagochtend hier te staan, want de sfeer is fantastisch. De afgelopen dagen hebben we alle vrijwilligers gezien die hier zo hard aan gewerkt hebben, samen met bouwbedrijf Leiden. Echt complimenten aan iedereen. En het gevolg is een prachtig kerstdorp met kerk en 50 stalletjes. Waar je de leukste kerstcadeaus kunt halen en van de lekkerste versnaperingen kunt genieten. En er is ook nog een geheime route, dames en heren, wel heel uniek. Je kunt namelijk van de kerstmarkt onder de Korenbeursbrug door naar de ijsbaan en andersom. Ik weet niet hoeveel kluners we hier op de kerstmarkt gaan zien die daar vandaan hierheen gekluund komen. Maar daarmee kun je echt zien dat het een kerstmarkt op het water is, op de Oude Rijn. We hebben al een ijsbaan op de Oude Rijn, nu ook een kerstmarkt op de Oude Rijn. Dat alles alleen maar mogelijk dankzij de inzet van natuurlijk het centrummanagement en alle ondernemers die daarbij betrokken zijn. Leiden Marketing en Leiden Marketing, Centrummanagement en Cultuurfonds Leiden hebben het afgelopen jaar met de verrassend winkelweekenden al laten zien wat er gebeurt als je krachten combineert. De dingen waar we goed in zijn in de stad. Mooie winkels, prachtige monumenten. We zijn de derde monumentenstad van ons land. En dan cultuur erbij. 40 koren, het is al genoemd. U weet niet wat u mee gaat maken in alle winkels. Als 40 koren kerstsfeer brengen op al die plekken terwijl u uw kerstboodschappen doet. Dat wordt echt heel bijzonder en mis dat niet. En dan ook nog de T-Rex van Naturalis. Een tientje voor T-Rex. Kunt op de foto met de T-Rex met uw kinderen. Kost een tientje, doet u mee aan de actie. Daarmee halen we de eerste T-Rex naar Europa toe door te steunen van Naturalis. Het wordt een fantastische kerst. Ik nodig de kerstman, Frans, Erwin, iedereen uit om op deze magische knop te drukken. We tellen af van 5 naar 0 en daarmee openen we de kerstmarkt. Ja, daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1, Since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Voor het eerst heeft Leiden een echte kerstmarkt, een echte grote kerstmarkt op het water van de Nieuwe Rijn. Aan de andere kant van de Koornbrug ligt de ijsbaan en aan deze kant nu een kerstmarkt van zo'n 50 huisjes. En de ambitie, zo hoorden we net van het centrummanagement, is om door te groeien naar 100. Nou, je ziet het, het is enorm druk, gezellig, activiteiten voor jong en oud, een heuse zweefmolen voor de kinderen, poffertjes. Even bij de kerstman kijken. De club zo. Eerst die kant. Vandaag kan iedereen met de kerstman op de foto. Maar vanaf morgen, dan kunnen ze op de foto met de T-Rex. Nou, de kerstmarkt is gratis en met de T-Rex kost een tientje. Maar dat is voor het goede doel om dat skelet naar Leiden te halen. Het echte, want nu staat er nog een replica. Niet alleen de kerstman, maar ook Rudolf. Op de kerstmarkt in Leiden. Even op de foto. Kijken! Zo.
Dat is wel een hele grote kerstbeer. Erwin Roodhart, centrummanager hier in Leiden. Na een paar jaar kerstmarktpogingen is het nu wel echt gelukt, geloof ik, hè? Ja, het is echt, echt gelukt. Op een ongelooflijke mooie plek. De eerste drijvende van Nederland. En met aan de andere kant de ijsbaan en hier nu de kerstmarkt. En nou, je ziet het om je heen. Het is een daverend succes. Hoeveel deelnemers zijn er? Hoeveel kersthuisjes? In totaal zijn er 50 en dan nog een aantal losse plaatsen. Dus dan losse standplaatsen, zoals daar bijvoorbeeld. En een echte Franse wijnbus is en zo zijn er meerdere plekken. Met glühwein en we hebben een mooie zweefmolen. Een mooie zweefmolen. En je kan vandaag kan je met de kerstman kan je op de foto en ook een heuse beer. Dus er is voor alles te doen. En als je hier klaar bent, kan je onder de Koornbrug door. En dan kom je op de ijsbaan en dan kan je daar lekker schaatsen. Maar ik hoorde ook al geluiden van nou, dit is nog maar het begin. Nou, we merken vandaag al dat we behoorlijk gebeld worden door mensen die graag hier ook willen gaan staan. Dus als het mogelijk is en we kunnen die ambitie waarmaken, dan zou het leuk zijn om de andere kant van het water ook nog een stukje door te gaan. Zolang je maar kan aanleggen met boten, dat is wel onze voorkeur, want het gebeurt nu ook en dan kan je ook nog eens een keer een rondje door de stad maken. Nieuw is dat voor het eerst in de geschiedenis volgens mij je onder de Koornbeursbrug door kunt lopen. Naar de ijsbaan. Ja, naar de andere kant van die brug. Daar is natuurlijk weer ook de kerstman. Daar staat hij op het hoekje. En de ijsbaan. En die is ook druk vandaag, op deze zaterdagmiddag. IJstijd in Leiden. Als je wilt schaatsen en je hebt zelf geen schaatsen, dan kan je ze hier huren voor een paar euro. Hebben jullie nog schaatsen te huur? Ja, nog genoeg. Alle maten? Ja, tot maat 46. Tot en met maat 46. Wat kost dat? 6 euro. 6 euro. Inclusief schaatsen? Ja.